alle onderdelen van Tembe Art Studio in Mungo krijgen weer vorm. De studio heeft in de afgelopen 4 jaren stilgezeten. Maar de draad wordt nu weer opgepakt, zei Marcel Pinas, voorzitter van de stichting Kibi, afgelopen zaterdag bij de onthulling van het kunstwerk Bigi Batoto in het kunstpark van Mungo. De wederopstart van de diverse activiteiten zal niet zonder slag of stoot gaan. Zoals eerder heeft aangegeven, als je iets breekt, is het binnen een dag. Maar om het weer op te bouwen, weet je, dat neemt tijd. En daar moeten we gezamenlijk aan werken. Al die kunstobjecten moeten we weer opknappen. Die recordingstudio moet weer vorm krijgen. Die rehearsalstudio moet ook weer vorm krijgen. En you name it. Maar we blijven. Als wij kijken naar de jeugd, dan zijn we gedreven om verder te gaan met dit project. Pina zegt dat alles stil was komen te zitten bij Tembe Art Studio vanwege problemen met de vorige regering en natuurlijk ook de COVID-19-pandemie. Na die periode was het een grote uitdaging om alles weer op te starten. Aan de hand van de gemeenschap, wat er uit de gemeenschap komt, de vraag, dat ze beelden sturen van meneer, we willen dit, meneer, we wachten op jouw kleine kinderen. Weet je, dat denk je van, wauw, ik ben nog in de positie om hun te ondersteunen. Ik heb die energie nog. Misschien over 4, 5 jaar niet. Maar nu dat ik in staat ben om dat te doen, dan ga ik het doen. Totdat ik niet meer kan. Weet je, tenminste, je helpt je medemens. En je weet, Mungo is een gebied, criminaliteit, werkloosheid. Weet je, wie doet iets voor die jongeren hier? Niemand. Weet je, dus dan maak ik gebruik van de gelegenheid, van mijn netwerk, om mensen naar het gebied te brengen om met de lokale mensen te werken. Pinas benadrukt een blijvende bijdrage te willen leveren aan het stimuleren van lokaal talent.